Dus wat is de achterliggende gedachte voor het indelen van je paard in persoonlijkheden? Hij heeft zin om te spelen en ik heb hem aan de lijn en ik sta aan mijn telefoon te leuten. Nou, dat duurt 2 seconden en dan denkt hij van, nou, misschien kan ik hier aan trekken of misschien zit hier wat in. Ja. Sorry. Aanwezig? Aanwezig, ja, hij is zeker aanwezig. Daar kun je van op aan. Sensibel? Sensibel, wie zei je? Ja, sensibel. Maar sensibel wil ik eigenlijk, eigenlijk zijn alle paarden sensibel, maar ze uiten het verschillend. Betrouwbaar. Betrouwbaar, ja. Huh? Leergierig. Hij is leergierig. Maar ook luid. Maar kijk de kat uit. Ja, ja. Dit paard bij uitstek, weet je, die staat, die beweegt, bij wijze van spreken, zijn voeten niet, maar hier draait het 6 keer harder dan bij anderen. Dus die is, die is plannetjes aan het smeden. Die is van, dus jij denkt dat ik voorwaarts moet. Als je bijvoorbeeld dit paard hebt. En hij bokt. Ja, omdat je iets vraagt wat je geen zin in hebt. Dus ja. Ja, ja! Want jij zegt van, gaan. En hij weer hetzelfde paard van, nou, misschien zo. Ja? Dan, daar heb ik niet zo'n zin in. Ja, en deze, die bokt meer uit van, gaan. Ja, dat is leuk. Dus dan krijg je ook een bok, hè. Dus er is verschil. Deze, natuurlijk kunnen deze paarden ook bokken. Maar deze zal er eerder voor kiezen om, zeg maar, een spurt te nemen. Hè? Over, oké, nou zit een paard ergens, dus je hebt een paard die zit hier of die zit ergens in de een van deze persoonlijkheden. Maar zit die daar altijd? Dat is de vraag. Hè?